Als jij nou eens daar gaat staan. Wat moet ik doen? Nog even niks. Zo, dat is de koning. Esmee, lang leven de koningin. Monique van der Ven als koningin, een prachtige koningin. Was zij echt dé actrice die dat moest doen volgens jou? Ja, ja. Als ik het nu ook weer zo zie, dan denk ik... Ja, ze is standvastig, warm, ze geeft leiding en heeft humor. Ze neemt het een beetje licht allemaal. Ja. En ze heeft seksappeal. Vind ik eigenlijk ook altijd wel belangrijk voor een acteur of een actrice, dat die een beetje seksappeal heeft. Wie ben jij? Ik heet Sarah. Sarah? Wat een mooie titel. Ik ken je niet, maar je lijkt me een slim kind. Kom eens. Nou was het wel zo dat een half jaar daarvoor haar zoontje Nino was overleden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het dan heel moeilijk is om contact te leggen. Hoe ingewikkeld was dat? Ik reageerde gewoon als mens op haar. Een soort vanuit de menselijkheid. En dat je het snapt. En dat het, ja. Maar ja, je kan het ook niet verhelpen of zo, dat verdriet. Ja, dat moet er gewoon zijn. Dat is er. Speelde dat verdriet een rol bij het maken van de film, zeg maar, op de set? Ja, zij is natuurlijk actrice. Dus het moment dat er een omgeving is waar die iets van haar vraagt, en zeker met, weet je, een camera en klap, dan transformeert ze. Nee, maar dat geeft helemaal niks. Kom, we gaan het spel spelen. Ik denk wel dat het voor haar heel fijn was dat we met z'n allen iets in haar zagen, dat ze even een andere werkelijkheid kon stappen. Ik denk dat dat wel heel fijn was. En dat ze zo'n mooie koningin is. Ja, dat zal er zeker goed gedaan hebben. Grappig spel. Het is leuk. Echt leuk. Nog een spelletje. Ik denk dat zij eigenlijk wel een hele fijne tijd heeft gehad. Ondanks het verlies van haar zoon. Maar ook omdat ze zo omringd werd met mensen die haar steunden en... Ja, eventueel troosten als ze dat nodig had. En dat we gewoon allemaal heel, ja, heel veel van haar hielden. Dat was het eigenlijk. Zo lief. Ja, ik ben dol op Esmee. Ja, hij heeft me heel erg geholpen. De film? Ja, ik dacht echt, ik blijf hier in dit huis zitten en ik zorg voor Sammy en that's it. Ik wil nooit meer naar buiten. Mm-hmm. En een half jaar later kwam Esmee en die zei, ik wil heel graag dat jij die rol speelt. En ik denk dat het heel goed voor je zal zijn en we zullen heel goed voor je zorgen. En... Dus toen heb ik het gedaan. En toen ben ik wel voor die hele groep, die hele crew en die hele cast, heb ik een speech gehouden en verteld wat er was gebeurd. En dat iedereen erover mocht praten, dat er geen taboe op zat. En dat als iemand wat wilde weten over wat er was gebeurd, dat ze dat vooral moesten doen. Maar kon je dan, als je in die rol stapte, die jurk aandeed, kon je dan ook de pijn even vergeten? Dat weet ik niet meer. Zoals Esmee dat terecht zegt, die moest er zijn. Mm-hmm. En dat is nog steeds zo. Je kan het niet uitgummen. Je kan niet zeggen, het is er niet, maar ik kan er wel mee leven. Je kan met een heel groot litteken kan je gewoon verder leven en ook zeker nog de mooie dingen van het leven zien. Ik denk dat je het niet moet wegstoppen en ik denk zeker dat je de confrontatie moet aangaan. Het is zo.